Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe VV Winsum TV. Vanaf een hoofdveld, een leeg hoofdveld. Het is treurig, het is jammer, maar voorlopig blijft het hoofdveld ook leeg. Hopelijk blijven de sproeiers ook een beetje uit. Achter ons een lege kantine, ook zonde. Het is even niet anders. We gaan er ons doorheen slaan en we komen sterker terug. Vandaag hebben wij een bijzondere dag, want we hebben toch iets, een heugdelijk feit. Dylan Smit, speler van Jong Cambuur, overgeheveld naar de A-selectie. Die komt vandaag zijn shirt overhandigen voor een mooi plekje in onze sportkantine. Hartstikke gaaf. En daarnaast hebben we nog een nieuwtje. Een nieuwtje? Jazeker. De hoofdtrainer Bert Vos heeft een jaar verlengd, dus blijft nog een jaar langer aan onze club verbonden. Hartstikke mooi. We gaan zo snel naar binnen, want het is hier wat koud. En hopelijk gaan we hier straks het shirt overhandigen van Dylan Smit. Veel kijkplezier. Hier staan we dan even met Dylan Smit, oud-speler van VV Winsum. Ja. Op dit moment bij Cambuur. Zeker. Onlangs je debuut gemaakt. Ja. Hoe voelde dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk een geweldig gevoel. Dat is iets waar je naartoe werkt als van kleins af aan. Je hebt natuurlijk, ik heb een droom om profvoetballer te worden. Ja. En je werkt aan je stapjes naartoe. En dit is gewoon het moment waar je gewoon van droomt. En ik zie het als mijn eerste stap richting mijn ultieme doel. En dat is echt profvoetballer worden. Ja, precies. En dit is voor mij de eerste stap. En dan hoop ik dat er snel meer minuten gaan volgen. Ja, hartstikke gaaf. Hey, tegen wie maakte jij je debuut? RKC Waalwijk in de Beker. Kijk, juist. Dus dat is ook een mooi niveau. Het is natuurlijk Eredivisie, zeker. Eredivisie team. En we hebben natuurlijk ook gewonnen, dus dat was ook super. Ja. Dus de avond kon niet meer stuk. En was er ook zo, je scoorde ook nog, toch? Ik scoorde, ja. En werd helaas afgekeurd als buitenspel. Ja. Maar dat is even een momentje dat je even weer baalt dat hij niet goedgekeurd wordt. Maar daarna moet je weer snel, je moet weer door. Ja. En ik heb ontzettend veel minuten mogen maken in die wedstrijd eigenlijk. Ja. Meer dan gedacht. Nou, dat is super. Hey, en je hebt hier ook een historie natuurlijk. Ja. Ja, niet hier trouwens, het oude sportpark nog geloof ik. Ja, bij Fiboa. Bij de SJO Winsum of Fiboa, wat was het? Ja, SJO Winsum eigenlijk. Ja, precies. Bij Fiboa. Ja. En hoe kijk je daarop terug? Ik heb daar een mooie tijd gehad. Ik ben vanaf VVSV hier naartoe gekomen. Ik wou op hoger niveau voetballen. En dan was dit een prima podium. En via hier ben ik ook bij de KNVB gekomen en die raden me aan om ook hier te blijven. Ja. En zodoende ben ik na drie seizoenen kwam Cambuur in zicht. En heb ik me hier kunnen ontwikkelen tot een BVO-speler eigenlijk. Ja, super gaaf. En wat is voor de mensen die jou niet kennen als voetbal, wat is jouw favoriete plek? Linksbuiten. Linksbuiten. Ja. Dat is mijn vaste plekje. Tenminste, daar kom ik het beste uit mijn voeten. Oké, en wat zijn jouw specialiteiten op die plek? Snelheid. Ik sta al bekend om echt dat ik ontzettend snel ben en ik ben heel doelgericht. En ik kan natuurlijk ook gewoon mijn mannetje passeren. Ja, dat is wel handig hè, voor dat een linksbuiten. Dat is zeker handig als een linksbuiten, zeker weten. Ja, en je hebt nu nog nummer 51 zie ik. Ik heb nu nummer 51. En straks wordt dat nummer 11? Het zou mooi zijn, favoriete nummer is 7, maar 11 is natuurlijk ook een super mooi nummer. Ja. Ik heb ook hier bij Winsum veel gedragen en nu nummer 51. Ja, nou heel gaaf. En vandaag kwam jij jouw nieuwe shirt overhandigen. Ja, klopt. Die krijgt waarschijnlijk een heel mooi plekje hier. Zeker weten, denk ik dan. Ja, super gaaf. Namens Winsum heel veel succes daar. En hopelijk zien we elkaar in de toekomst nog weer eens. Ja, ik hoop het. Kom weer een keer kijken als het weer mag natuurlijk. Ja, zo is dat. Daar wachten we maar even op. Ja. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel, kom goed. Okay. Staan we even met de trainer van Dylan, Jeroen Burghout. Trainer van Jong Cambuur. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, Cambuur onder 21, Jong Cambuur. Nou, helemaal goed. Mooi dat jullie hier vandaag zijn om het shirt van Dylan uit te reiken. Doen jullie dat altijd bij oude verenigingen waar ze opgeleid zijn? Nou, dit is mijn eerste jaar ook bij Cambuur, dus voor mij is dit ook nieuw. En volgens mij is afgelopen jaar niet zoveel talent doorgebroken als dit seizoen. En daarvan is Dylan er één van. Dus wij vonden vanuit Cambuur ook dat we een mooi moment moesten maken. 1 voor de speler, maar ook 2 de club waar hij vandaan komt. Ja, tuurlijk. Hartstikke gaaf. Zijn nog heel blij mee als vereniging. Hey, hoe lukt het jullie in deze coronacrisis om bezig te blijven met de spelers? Ja, dat is toch wel lastig. Als je kijkt naar onze jeugdafdeling, is tot en met onder 18, er wordt gewoon doorgetraind. Ja. Het eerste elftal traint door. Zelf ben ik trainer van de onder 21. Ja, en wij moeten toch in viertallen. En dat is wel moeilijk. Zeker in de topsport. Kijk, de jongens willen natuurlijk graag. Maar als je elke dag naar de club moet komen en in viertallen, is toch wel lastig. Dus we hebben een apart programma waarbij ze ook heel veel thuis moeten doen. Okay. Proberen de contactmomenten toch wel klein te houden. Dus we komen 2 keer in de week op de club.
Ja, en Dylan die is aangesloten bij het eerste elftal, dus die traint daar met mee. Met nog een aantal spelers van onder 21, dus ja. Dat is wel mooi. En dat moet ook het doel zijn, denk ik, hè? Zoveel mogelijk richting ja. Het eerste elftal. Ja, kijk, zeker ook mijn doel als trainer, maar ook vanuit de club. Ik zit meer in de rol dat ik een opleider ben voor het eerste team. Dus ja. Eindfase van de jeugd. Ja, en als dan jongens hun debuut gaan maken, ja, dat is onwijs mooi, trots. Ja, tuurlijk. En dat merk je ook wel onder de supporters, hè, van Cambuur. Als je kijkt op social media bijvoorbeeld, hoeveel mensen uit Leeuwarden en omgeving trots zijn. Buiten jullie voetbalvereniging om, op het debuut van Dylan. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja, hartstikke mooi. Hey, en even over Dylan specifiek. Wanneer gaan wij hem echt in het eerste elftal zien? Heb je daar een idee van of is dat lastig? Nou, ik zeg altijd tegen spelers die overkomen vanuit onder 18, onder 19, geef jezelf 3 jaar. Het mooiste is als je dit seizoen heel veel kan spelen in onder 21. Dat is niet bij elk talent zo. Die spelen ook nog niet, geen eens bij mij. Nee. Maar geef jezelf 3 jaar. Het eerste jaar snuffelen, het tweede jaar veel spelen. En het derde jaar proberen bij de club een contract af te dwingen. Alleen bij Dylan is het iets sneller gegaan. Is het direct al in het eerste jaar heeft hij al zijn debuut gemaakt. Nou, supergoed. Hey, en wat is de specifieke kwaliteit van Dylan als jij dat als trainer mag beoordelen? Ja, Dylan is een speler, dat zie je al. Even een beetje mijn lengte, misschien nog iets kleiner. Dus dat betekent, hij is hartstikke snel wendbaar. En daarvan moet hij het hebben. Het is echt een oude klassieke aanvaller. Die graag op snelheid zijn tegenstander passeert. Ja, en dat zie je niet veel meer op de Nederlandse spel. Nee, dat is wel heel bijzonder wat dat betreft. Hey, en vanavond spelen jullie tegen Jong AZ met het eerste. Ja. Zit Dylan bij de selectie of dat niet? Nee, vandaag niet. Nee, oké. Okay. De groep is compleet. Weer compleet, okay. Ja, ik hoop voor Dylan dat hij de donderdag bij zit bij de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ja, helemaal goed. Nou, succes vanavond in ieder geval en bedankt voor de interview. Ja, jullie ook en succes met de club. Ja, kom goed, dank je. Mag nog wel een beetje vrolijker kijken. Ja, vrolijker. Ja, goed. Ja,